Het Park Tivoli bestaat 60 jaar. Activiteiten van de werkgroep Vredesinitiatieven. Opening expositie in de Refter te Ubbergen. Natuuropnames uit de buurt. En een fragment van het pianoconcert dat werd gehouden op 31 augustus in de kerk van de Horst. Als heel klein meisje kwam ik al hier, heel lang geleden, in Park Tivoli. Jullie bestaan 60 jaar. Wat is jullie kracht? Wij zijn een heel overzichtelijk park en hebben een diversiteit aan attracties voor jong en oud. Onze doelgroep is van 2 tot en met 10 jaar. En alle attracties staan lekker dicht bij elkaar. Er zijn weinig wachtrijen. En dat maakt het voor de kinderen juist extra leuk. Waar wij ook heel sterk in zijn, vind ik zelf, is de gastvriendelijkheid naar onze bezoekers toe. We zijn heel kindvriendelijk en de veiligheid is natuurlijk bij ons hoog in het vaandel. En dat is wel een grote kracht van ons park, wat het bijzonder maakt. Henk, wat is jouw functie eigenlijk hier? Mijn functie is hier entertainmentcoördinator in het park. Ik doe dit jaar de shows ontwerpen, leiding geven aan het entertainmentteam. En we hebben dit jaar een heel divers aanbod aan shows, activiteiten, straatacts, noem het eigenlijk maar op. En natuurlijk hele leuke evenementen. Wij zitten hier nu voor een grote wagen. Wat gebeurt hier straks? Een grote wagen is het huisje van Tiffy en Toffy. Dat zijn onze parkmascottes, onze parkbewoners. En hier vinden dagelijks diverse shows plaats. Tiffy's Filmster Academie. Het is nu prachtig weer, maar als het regent, hoe druk is het dan hier? Als het regent is het natuurlijk wel iets rustiger, maar we hebben ook veel dingen. Als het regent bijvoorbeeld hebben wij de binnenspeeltuin Circus Fun City. Een grote binnenspeeltuin waar kinderen ook van allemaal leuke dingen kunnen doen. En ook tijdens regen zie je dus ook nog genoeg te doen op het park. En dit is onze allernieuwste attractie van Park Tivoli. De Tiffy en Toffy rijschool, waar je kunt proberen om je rijbewijs te halen. Hier in het park halen bijna alle kinderen hun rijbewijs. Kom je ook mee een rondje rijden? Werkgroep Vredesinitiatieven, wat zijn de activiteiten daarvan? De werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Bergendal, zoals die officieel nu heet, die hebben allerlei activiteiten. En dit jaar precies bestaan we 40 jaar. En we hebben vanaf de tijd dat we begonnen allerlei dingen gedaan. Bijvoorbeeld meedoen aan de mars tegen kernwapens in Den Haag en Amsterdam. Maar ook ieder jaar op 1 januari een vredesviering samen met de Bahá'í gemeenschap en de protestantse en katholieke kerk. Verder hebben we in de loop der jaren tentoonstellingen gehad in het gemeentehuis, maar ook in de kerk, in de protestantse kerk. En in het Bevrijdingsmuseum hebben we ook een keer over de vredesbeweging een tentoonstelling gehad. En zo zijn we eigenlijk altijd bezig om dingen te zoeken. Het heet ook initiatieven, hè. Om initiatieven te hebben die iets vertellen over de vrede en mensen bewust te maken van dat je daaraan kunt werken, aan die vrede. En daarom is het ook belangrijk, wat we ook doen, dat we naar scholen gaan en dat wij vertellen over de vrede. Deze zuil, dat is de zogenaamde vredeszuil, die is hier geplant door de kinderen van de basisschool op de Horst. En dat is in 2002 gebeurd en dat is ook zo'n initiatief geweest van, nou, wat is er mooier om bij het Bevrijdingsmuseum om zo'n zuil te plaatsen. En die zuil, dat is een initiatief van de Japanse geestelijk leider, meneer Goy. Die staat over de hele wereld.
Die staat bij het Vredespaleis in Den Haag. Maar hij staat ook op allerlei plaatsen in Washington DC, in China, in India, overal. En op die zuil staat in 4 talen staat de boodschap mogen vrede heersen op aarde. De werkgroep had een oproep voor 6 augustus. Kunt u daar kort even iets over zeggen? Ja, dat wil ik graag. 6 augustus is de bom destijds gevallen op Hiroshima. En dat wordt in Hiroshima veel herdacht, altijd ieder jaar. En wij roepen op om ook hier te herdenken de slachtoffers van Hiroshima op 6 augustus. En dat kan hier, en dat kan thuis. En om even erbij stil te staan. Dat is eigenlijk onze oproep. We staan hier bij de Reftor. Wat voor een kunstwerk laten jullie hier zien? Ja, we laten verschillende dingen zien. De grootste installatie, want het zijn er eigenlijk 2, dat is een installatie over een uitgeprocedeerde Congolese jongen die teruggezonden is. En die heeft in zijn proceduretijd heeft hij een 16-tal schilderijen gemaakt. En daar hebben we dan een installatie van gemaakt over hoop aan de ene kant en wanhoop aan de andere kant. Mm-hmm. Nu laten jullie ook een klein theaterstuk, mag ik dat zo zeggen, zien. Ja. Waar gaat dat stuk over? Het theaterstuk heet Maaltijd. En we zijn vertrokken vanuit de laatste avondmaal. En het verhaal is eigenlijk nog in ontwikkeling. Dus het gaat heel erg over... sommige mensen zien er een verhaal in over vervuiling van de zee. Het is wel een beetje een onderwaterverhaal. Er zijn vissen... Er is een schildpad, er is een sprinkhaan, een bitsprinkhaan. Dus aan de ene kant, we willen ook een link met de kapel leggen, omdat we het in de kapel spelen. Dus dat is een van de inspiratiebronnen geweest. En aan de andere kant, het creatie meer. Dus we willen eigenlijk vanuit het spelen tot een verhaal komen. Ja, want jullie betrekken het publiek er ook bij. Ja, klopt. Dus het publiek zit echt aan tafel en we spelen de voorstelling 's avonds, als het donker is, waardoor er een hele intieme sfeer gecreëerd wordt. Gaan jullie deze theatervoorstelling nog vaker spelen? Deze voorstelling willen we volgend jaar in september in Charleville-Mézières op het Poppentheaterfestival gaan spelen. In de Franse Ardennen.
Thank you.